schone stoepen en straten. Studenten die in Enschede mogen blijven, moeten blijven. En kroegen die dag en nacht open mogen. Dit is Ik teken voor 80 met vandaag de VVD. Dus eigenlijk is dit de perfecte dag voor zoiets. Ja. Het is heel troosteloos. Dit ziet er ook allemaal een beetje troosteloos uit. Hè? Als je hierachter kijkt, die Kielpark oprit, dat is het eigenlijk allemaal niet meer. Dus dat gaan we veranderen in dat grote project van de kop van de boulevard. En het hele gebied zit eigenlijk vol met allemaal van dat soort dingen. Als je naar de overkant kijkt, hè, dan zie je het ziekenhuis, een hartstikke nieuw flitsend gebouw. En dan zie je daar zo'n kale vlakte voor. Daar wordt straks weer een mooi gebouw tussen gezet. Je kan wel gebouwen neerzetten, maar als het niet past in de omgeving, dan gaat het niet werken. Dus we hebben nu met heel veel mensen gekeken, hoe kunnen we nou de routing veranderen? En eigenlijk gaan de meeste auto's ook uit dit gebied. Je kan natuurlijk straks de parkeergarage in, je kan natuurlijk het ziekenhuis goed bereiken. Maar zo min mogelijk auto's in dit stuk. Hoe moet fijn wordt het dan zo gemaakt? Zijn. Verkeersluw, hoe gaat dat dan? Het gaat over de inrichting. Dus als je het goed inricht, de ruimte, daar bepaal je de snelheid van het verkeer ook mee. En ja, vaak veranderen dingen en dan veranderen de wegen niet. Hier hebben we ervoor gekozen om ook echt die wegen mee te veranderen. Wat wij vroeger deden was zeg maar in het hele plan een berekening maken en daar zat alles in. Maar dan moest je het in een hele korte tijd terugverdienen. Terwijl wij ook zeg maar een rotonde en een weg en de ingang van een parkeergarage, daar doe je veel langer mee dan 5 jaar. En heeft u enig idee hoe lang dat gaat duren voordat het... Allemaal gaan beginnen, de sloopwerkzaamheden? De gedachte is dat we eind van dit jaar, begin volgend jaar, de spullen naar de gemeenteraad sturen. Nou, dan gaan ze ergens in, denk ik, eind januari, gaan ze echt besluiten van dit mag het worden. En dan duurt het 5 jaar en dan is het helemaal veranderd hier. Dit is eigenlijk een van de eerste projecten weer sinds de crisis die we op een heel nieuwe manier vormgeven. Vroeger kochten we zelf, ontwikkelden we, nu dagen we anderen uit om met ons te ontwikkelen. Nou, hier zie je het wel, die rotonde. Is het zonde, ja? Ja, het is allemaal net uit een andere tijd. En als je hier staat en je kijkt richting het station, dan wordt eigenlijk dit hele gebied wordt heringericht tot aan het station. Dat doen wij. En dan ontstaat, waar nu de parkeerplekken zijn, daar komt ook een woontoren. Nou, dan wordt dit allemaal opnieuw ingevuld. Dus het wordt hier aangenamen. Nu is het echt, dan moet je kijken hoeveel asfalt. Kijk, dit ziet er toch allemaal niet uit. Dit is wel het meest troosteloze plaatje wat je kan laten zien. Ik bedoel, dit is wel ook de entree van je stad. Dus dat moet gewoon er vanaf spatten. Nou, dat gaan we natuurlijk doen. Ja, een filmpje over de kop van de boulevard hier in Enschede. En we zagen een vertrekkend wethouder, afgelopen vrijdag opgestapt, Jeroen Hatenboer. Gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Een van de projecten van de afgelopen jaren, de kop van de boulevard. Bij ons in de studio in het Balengebouw zijn aangeschoven Jeroen Diepemaat en lijsttrekker van de VVD in Enschede. En Rachel Denneboom, kandidaat raadslid en vandaag jarig. Zeker. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel. Welkom hier. Dankjewel. Even applaus voor beiden. Ja. Ja, we beginnen eerst even met een terugblik op de afgelopen 4 jaar. Als we jullie nou vragen waar je trots op bent als VVD in Enschede, waar zijn jullie trots op om te hebben bereikt? Nou, ik ben er zelf wel trots op dat wij 4 jaar lang mee hebben bestuurd aan de stad. En toch mee hebben geholpen om Enschede door een moeilijke periode te loodsen. Want iedereen is het wel over eens, het was een lastige tijd. Een tijd waarin allerlei zorgtaken naar de gemeente toe kwamen. Een tijd waarin het economisch ook nog niet altijd even goed ging. En ik ben er wel trots op dat in de afgelopen paar jaar Enschede toch langzamerhand uit die crisis is geklommen. En misschien nog wel wat sneller dan andere steden. Ja, maar dat is met het college van 5 partijen gebeurd. Ja. Waar kun je nou zeggen, daar zit echt een VVD-stempel op? Nou, dat zijn een aantal dingen. Kijk, je zag net in het filmpje Jeroen Hatenboer over de kop van de boulevard. Dat is iets waar wij ons hard voor hebben gemaakt. Wij hebben ons ook hard gemaakt voor minder regels. Het afschaffen van allerlei overbodige vergunningen. Dat zijn overigens geen dingen die je in je eentje altijd doet. Hè. Je moet dat altijd samen met andere partijen doen. Maar we hebben daar wel aan meegeholpen. Soms moet je dan ook vervelende besluiten nemen. Maar uiteindelijk moet je dat samen voor elkaar boksen. Wat zijn vervelende besluiten, vind je zelf? Nou ja, kijk, sommige discussies over of het nou de jeugdzorg of de WMO is. Kijk, als je onbeperkt geld had, dan deed je het misschien uitgebreider en nog meer voorzieningen. Maar dat is nou helemaal niet zo. Dus dat is altijd een keuze tussen schaarste. He, je kunt je geld maar 1 keer uitgeven. Mm-hmm. En je kan het niet aan zowel de zorg als aan allerlei andere dingen uitgeven. Zeg je dan dat je misschien op dat punt de afgelopen jaren als college beter had kunnen doen op het gebied van de zorg? Nou ja, wellicht kan het altijd beter. Hè. Maar
Ik denk dat we daar verstandige besluiten hebben genomen. Ik denk ook dat het daar nog wel een tandje beter kan. Het kan misschien nog wat effectiever en efficiënter in de jeugdzorg. Want daar zit een tekort op. Maar tegelijkertijd ben ik er wel trots op dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat niet al ons geld er naartoe gaat. Dat we ervoor hebben gepleit, we moeten het doen met het geld wat we van het Rijk krijgen. En we houden ook nog wat geld over voor bijvoorbeeld de groenvoorziening of voor de leefomgeving. Dingen waar iedereen zeg maar, de hele dag naar kijkt in Enschede. Ja. We komen straks ook nog op die keuzes. Hè. Als je ergens wel voor kiest, kies je ook ergens niet voor. Daar komen we straks nog op. Rachel, jij bent kandidaatsraadlid. Wat heeft jou doen overtuigen om je kandidaat te stellen? Nou, ik heb dat 4 jaar geleden ook al een keer bedacht. Toen heb ik het uiteindelijk niet gedaan, maar dat was ook in verband met werk. En nu 4 jaar later dacht ik, ja, als ik echt iets wil, dan moet ik het nu doen. Waarom die keuze om de politiek in te gaan, of in ieder geval de gemeenteraad in te gaan? Omdat ik heel erg sterk geloof in dat mensen een vrijheid van individu moeten hebben. En dat je dus dingen zo moet regelen dat mensen het zelf kunnen doen. En daar wil ik graag aan bijdragen. Maar daarvoor kun je ook bijvoorbeeld in een bestuur van een vereniging gaan zitten. Er moet toch iets zijn dat je zegt van, nou, daarvoor ga ik de... Dat doe ik ook. Wat doe je in de dagelijks? Ik ben marketing- en communicatieadviseur. Maar ik zit daarnaast inderdaad in allerlei besturen. En ja, sommige mensen besturen graag. Je wil graag meer besturen en dan voor de hele stad. Ja, daar het verschil maken voor die inwoner van Enschede. Waar het in ieder geval, waar ik het in de hand heb, samen met de rest van de gemeenteraad, wat we kunnen doen. Nou zijn er 14 partijen op de kandidatenlijst. 14 partijen doen mee aan de verkiezingen. Waarom de VVD? Ja, omdat ik een liberaal in hart en nieren ben. Dus het gaat er niet, je gaat niet kiezen, ik ga de gemeenteraad in, welke partij zou ik nou eens kiezen? Je bent VVD'er of je bent het niet. En ik ben dat, al jaren. Ja, van huis uit? Ja, van huis uit. Maar misschien heb ik, toen ik zelf ben gaan nadenken, ook wel eens gedacht van, goh, misschien is er ook wel een andere partij die bij mij past. En op de een of andere manier kom ik toch altijd weer bij de VVD uit. Dus. Jeroen Diepemaat, bekend gezicht al in Enschede. Was het een zware strijd om het lijsttrekkerschap? Die heb je volgens mij uitgevochten met René Kreeft. Ja, uitgevochten uiteindelijk. Bij ons is daar door de leden voor gekozen. Ja, en daar ben ik uitgerold. En daar ben ik echt trots op. Maar dat van uitvechten is geen sprake geweest. Nee. Ben je dan ook de wethouderskandidaat voor de VVD? Dat besluiten we na de verkiezing. Kijk, wij hebben gezegd, we willen eerst die verkiezingen goed doen. En ik mag volgens mij straks nog een voorspelling invullen. Ja, ja. Nou, ik hoop dat we die dan waar kunnen maken. En dan zien we daarna wel wat er verder komt. Hè. Eerst moet je nog zorgen dat je een goede uitslag krijgt. Dat je mag onderhandelen over een nieuw college. Mm-hmm. Dat je daar dan als VVD weer bij bent. Nou, dan zien we daarna wel wie dan welke post gaat vervullen. En wie daar de kandidaat voor is. Maar je wijst het ook niet af. Nou ja, weet je, ik vind... Het is altijd zo'n soort van politiek gezelschapsspel om het daar van tevoren uitgebreid over te hebben. Kijk, ik heb het liever nu over de inhoud en over de dingen die wij voor elkaar willen boksen. En wie dat dan precies doet, vind ik nu even niet relevant. Dat besluiten we na de verkiezingen. Toch een kleine terugblik nog, Martijn. Afgelopen weekend was natuurlijk een heel moeilijk weekend, denk ik, voor jullie. Na afgelopen vrijdag haalde Boer stapte op, de wethouder van de VVD. Hij vertelde net bevlogen in het filmpje over wat hij allemaal wilde bereiken. Maar het heeft uiteindelijk ook ervoor gezorgd. Hetzelfde onderwerp dat hij heeft gezegd. Ik heb er geen vertrouwen in dat het nog voor de verkiezingen wordt behandeld. Ik stop ermee. Hoe hebben jullie dat ervaren? Heb je contact met hem erover gehad? Ja, uiteraard. En dat is... goed, we hebben dat ook meteen gezegd. We hebben dat zeer betreurd dat hij dat besluit heeft genomen. Maar het was een persoonlijke afweging van Jeroen. Ja. En hij heeft gemeend die keuze toe moeten maken omdat hij die steun niet voelde. Voel jij die steun wel van die andere partijen? Nou ja, kijk, je moet het altijd maar zien, hè? Want zo'n dossier voordat het in de raad komt en iedereen er wat over heeft gezegd, weet je nooit hoe het afloopt. Dus we moeten het nog maar zien. Ik hoop het, want kijk, die plannen waar Hatenboer mee bezig is geweest, dat zijn plannen waar volgens mij heel veel mensen blij van worden. Want die ontwikkeling bij de kop van de boulevard, dat kon vroeger nooit zo. Vroeger ging daar een zak gemeenschapsgeld bij. Nu gaat het anders. Nu zorgen we ervoor dat we als gemeente partijen bij elkaar schrapen. En daar heeft hij zich heel hard voor gemaakt. Ja. Die daaraan meebetalen. Dus met weinig gemeenschapsgeld kun je een prachtige ontwikkeling faciliteren. Nou, en dat zijn nou juist plannen waar we graag mee verder willen. En dat hangt niet van Jeroen Hatenboer of van een ander individu af. En dat had niet even nog een paar maandjes kunnen wachten, zoals we iedereen willen. Iedereen moet daar... Ik bedoel, dat besluit over dat plan... Ja, daar zijn wel heel veel partijen die hun nek uitsteken en die daar aan mee willen betalen. En dan moet je op een gegeven moment als politiek ook zeggen van, nou, dan nemen wij daar een besluit over. Dank je wel, heel graag. En we gaan aan de slag. En dat uitstellen, ja...
Wat verandert dat aan de inhoud van dat plan, zou je zeggen? Ik snap ook wel dat de verkiezingen nu... Ja, dat iedereen dan net iets banger is om een verregaand besluit te nemen. Maar je moet ook gewoon laten zien waar je staat. Ja, ik denk na afgelopen vrijdag dat de andere partijen ook niet meer zo snel zullen zeggen... we willen het over de verkiezingen tillen. Ik hoop het. Het gaat behandeld worden, toch? Dat is wel gezegd. En het staat ook gewoon op de agenda. Dus we gaan er in ieder geval over praten. En ik hoop dan dat de meerderheid van de Raad die plan ook steunt. Want dat is wel waar volgens mij het college in zijn geheel ook al de hele tijd aan werkt. En dat is nogmaals niet van één persoon afhankelijk. Ja. Wat we Hateboer na moeten geven is zijn grote bevlogenheid. Hij was niet echt een standaard politicus, geen standaard wethouder. Had altijd grootse plannen en kon daar heel mooi over vertellen. Zit dat ook bij jullie erin? Gaan we dat ook bij jullie terugzien? Die bevlogenheid, ja? Dat hoop ik. En wat ik ook me in ieder geval voor heb genomen, dat ik zeker niet een standaard politicus ga worden. Want volgens mij moet je gewoon het doen en niet echt een politicus worden. Dus als jullie mij ooit gaan betrappen op dat soort dingen, dan hoop ik dat je het zegt. Oké, nou doen we. Gaan we doen. Ja. We zitten hier om jullie plan te bespreken voor de komende 4 jaar. Waar wil de VVD in Enschede naartoe de komende 4 jaar? Als ik nou vraag, noem eens 3 punten waar we met Enschede aan gaan werken als het aan jullie partij ligt. Noem eens wat. Nou ja, we hebben allereerst gezegd, Enschede is gegroeid in de afgelopen jaren. Het gaat weer wat beter. En wij willen ervoor zorgen dat iedereen dat ook gaat merken in de komende jaren. Dus het gaat niet alleen over de groenvoorziening of DIFTA. En het gaat ook niet alleen over de zorg. Maar je moet in den brede ervoor zorgen dat Enschede is gaan merken dat Enschede vooruit gaat. Mm-hmm. Nou, er zitten een paar dingen bij. Wij vullen elkaar vast aan. Je zei in je verkiezingsprogramma, jullie, degene die zijn deur open doet, moet naar buiten kijken. Schone stoep, schone straat. Exact. Geen afval, groen netjes bijgehouden. Ja. Dat moet het ook gaan worden. Dat kost wat geld. Dus dat betekent extra investering bijvoorbeeld in het vergroenen, zeg maar. Het bijhouden van het openbaar groen. Nou, in ieder geval betekent het. We hebben afgesproken met elkaar dat er een bepaald basisniveau van het groenonderhoud moet zijn. We moeten er dan ook voor zorgen dat het gehaald wordt. En dat hoeft niet altijd met meer geld. Dat kan soms ook door het slimmer te organiseren. Of gebruik te maken van creatieve ideeën die er in buurt al zijn. De grasmaaier. De grasmaaier, ja. En als mensen dat zelf willen doen, moeten ze dat vooral zelf doen. Maar de gemeente moet ook voor zorgen dat een bepaald basisniveau altijd gewaarborgd is. In de hele stad? In de hele stad. En kijk, wij zeggen dan ook, je moet er dus voor zorgen dat je de zorgtaken kan doen met het geld wat je ervoor krijgt. Er zijn ook partijen die zeggen, daar moet maar meer geld naartoe. Ja, dan kan je dit niet waarmaken. Dus daarom staan wij daar ook echt anders in. Ja, dan komen we bijvoorbeeld bij afval. Er ligt nog wel eens wat afval naast de containers in de stad. Dat benoemen jullie ook in het programma. Dan grijpen jullie al gauw terug op meer handhaving. Ja. Meer handhaving, maar ook meer verantwoordelijkheid bij de inwoner zelf. Het kan niet zo zijn dat je als inwoner denkt, ik gooi hier mijn bankstel maar neer. En vervolgens haalt de gemeente het wel op, toch? Ja. En dan gaan klagen dat het zo'n troep wordt in de stad. Maar dat is wel wat nu. Ja, maar ik denk dat het al minder is. Ik heb het hele DIFTA-verhaal van begin af aan redelijk gevolgd. Ik zie het minder worden. Ik zie het klagen ook minder worden. Ik zie het afval ook daadwerkelijk minder worden. Dus het is ook een kwestie van wennen voor iedereen dat het op deze manier gaat. Dus ik denk ook zeker dat het bij de mensen zelf ligt. Ik zie niet het nut ervan om zeg maar je bankstel aan de straat te zetten en dan te zeggen, ja, de gemeente haalt het niet op. Nee, je had het er niet neer moeten zetten. Je zegt klagen wat minder. Dat is in de meldingen van afval nog niet terug te zien. Die zijn afgelopen jaar wel verdubbeld. Nee, ja, het afgelopen jaar was natuurlijk ook het jaar van DIFTA. Dus dat is logisch dat die omhoog zijn gegaan. Maar als je kijkt naar de eerste helft van het jaar, de tweede helft van het jaar, zit daar ongetwijfeld verschil in. Je ziet ook op social media minder ergernis voorbij komen. Ik zeg niet dat het al helemaal goed is, maar het is een kwestie van wennen. Zowel denk ik voor de gemeente, als ook voor ons als inwoners. Eigen verantwoordelijkheid, maar ja, hoe ga je dat erin krijgen? Nou, dat moet je misschien dan ook wel gaan handhaven, ja. Meer handhaven. Ja. Het is iets wat meer terugkomt, op meer punten in jullie programma. Bijvoorbeeld overlast van onzelfstandige bewoning is ook zo'n dingetje in de stad. Jullie willen onzelfstandige bewoning, om even makkelijk te zeggen, studentenhuizen. Maar ook eenpersoonshuishoudens vaak lagen met multiproblemen. Die kiezen vaak voor een kamertje te wonen. Dat veroorzaakt overlast, vinden de buurtbewoners. Maar jullie willen dat niet aanpakken, de bewoning op zich. Nou kijk, weet je, die discussie hebben we ook uitgebreid in de raad gevoerd.
Waar mensen last van hebben, is overlastgevend gedrag. De discussie in de gemeenteraad het afgelopen jaar ging dan over onzelfstandige bewoning. Er is ook zelfstandige bewoning waar overlast is. En tegelijkertijd is er ook heel veel onzelfstandige bewoning waar niks aan de hand is. Dus volgens mij moet je dan focussen op het probleem. En het probleem is die overlast. Ja. Het probleem is niet de woonvoorziening die erachter zit of de manier waarop mensen wonen. Het probleem is echt het gedrag wat er vertoond wordt. Nou, en daar kan je dan wel op gaan handhaven, lijkt me. Op een heleboel fietsen voor de deur of het pand niet goed verzorgd, hoe moet ik dat zien? Nou ja, kijk, uiteindelijk, er zijn ook heel veel dingen die mensen gerust zelf kunnen afspreken. Hè. Dus ik vind ook wel, als er nou ergens veel fietsen voor de deur staan en je hebt daar last van, mag je gerust als buren elkaar ook aanspreken. Dat mogen we toch ook wel verwachten van van onze gemeente en van de mensen die er wonen. Niet overal hoeft de gemeente met het wijzende vingertje langs te komen. Dat zou bij ons als liberalen ook niet passen. Maar als er echt overlast is en als er structureel lawaai wordt gemaakt of weet ik veel wat, ja, dan is het wel fijn als de gemeente dan zegt, wij zijn ook thuis en wij komen even langs om te kijken wat er aan de hand is en we gaan er iets aan doen. En nu is nog te vaak de discussie in de raad van, ja, we willen wel handhaven, maar we hebben geen handhavers, dus sorry, gaat niet. Maar jullie hebben ook geen motie voor ingediend volgens mij. Kijk, je moet het ook doen met de afspraken die er gemaakt zijn. En wij zeggen van nou, een van de prioriteiten voor de komende 4 jaar is dat we daar weer wat meer geld voor gaan vrijmaken. Ja. Want als je alles isoleert en zegt van we hebben het nu over woonoverlast en we willen meer handhavers, dan is het een beetje lastig. Dus wij zeggen, je moet gewoon daar breed naar kijken. En voor de komende 4 jaar moeten we überhaupt meer handhavers hebben die zich op al die terreinen dan af en toe kunnen gaan bezighouden om die overlast aan te pakken. En die handhavers zijn er niet zomaar handhavers, hè? Superambtenaren noemen jullie dat, de stadsmariniers. Ja, nou dat is ook een voorbeeld wat wij in Rotterdam hebben gezien. We zijn daar ook met de hele gemeenteraad over op bezoek geweest. Wat je vaak ziet is dat dingen tussen veel instanties in blijven hangen. Dus wij hebben voorgesteld een stadsmarinier, je mag het ook anders noemen, maar in ieder geval iemand die zegt, oké, ik zie daar een probleem, ik ga erop af, er wordt in drugs gehandeld in een pand, ik zorg dat er een bevel komt van de burgemeester om het pand te sluiten. Ik zorg dat die gasten worden aangepakt door de politie. Maar ik zorg vervolgens ook dat er in dat pand iets anders komt. Namelijk een winkeltje of een organisatie die zich daar vestigt. Zodat daar een positieve ontwikkeling plaatsvindt. Dus je moet eigenlijk iemand hebben die zegt, ik maak me druk om dat probleem. Ik los het op, maar ik zorg ook dat er iets voor terugkomt. En dat is eigenlijk, nou ja, en wij noemen het dan een stadsmarinier. Omdat dit nou toevallig in Rotterdam en een aantal andere gemeenten ook zo heet. Je mag het voor mij ook anders noemen. Maar in ieder geval moet er iemand zijn die zich druk maakt om dat probleem en die dat ook oplost. Hoeveel heeft Enschede nodig, denk je? Ja, geen idee. Ik zou er eerst eens beginnen met 1. Ja, En kijken of het werkt. Ja. En als het goed werkt, dan doe je er meer. Ja, ik ben er altijd van, pak het nou gewoon simpel aan en begin klein. Ja, maar ook meer handhavers. Ja. Het klinkt echt heel mooi dat je zegt, we gaan die problemen echt aanpakken en boetes uitdelen. Ja. Maar elke 2 handhavingsambtenaren kosten meer dan 1 ton samen. Ja. Dus dat geld moet ook ergens vandaan komen. Maar tegelijkertijd, een stadsmarinier is niet alleen maar een handhaver. Een stadsmarinier is ook iemand die gaat bemiddelen tussen partijen. Maar ook tussen degene die het veroorzaakt en de gemeente. Ja. Dus je moet eigenlijk zien, daarom zei jij net ook superambtenaar, denk ik. Een stadsmarinier is eigenlijk de enige speel tussen veroorzaker en gemeente en handhaver. Ja, en daaromheen heb je een club met handhavingsambtenaren, ja. De BOA's. En maar die moeten uitgebreid worden. En overigens, als je de getallen van bijvoorbeeld Rotterdam en Enschede vergelijkt, in verhouding heeft Rotterdam wel 10 keer zoveel handhavers. En je kan niet zeggen van, bij ons zijn het volgens mij minder dan 20 die zich met dit soort dingen bezighouden, maar die moeten en afval, overlast en dit en dat. Heel veel verschillende onderwerpen moeten zij op handhaven. Ja, tegelijkertijd, ja, Wilco, jij bent ermee bezig geweest. Je ziet in al die wijken het afval dan de spuigaten uitlopen. Dan kan je niet verwachten dat dat handjevol ambtenaren daar overal tegelijk gaat handhaven. 240 boetes afgelopen jaar. Nou ja, jij kent de getallen. Dus dat geeft ook wel aan dat het volgens mij wel iets meer mag worden als je de overlast ziet. Maar dat geld moet ergens vandaan komen. Ja. Waar gaat de VVD het geld vandaan halen? Nou ja, wij vinden dat dit een prioriteit is. Dus dit staat bovenaan ons lijstje. Dus dit is een van de eerste dingen waar wat ons betreft geld naartoe gaat. Maar dan komt nog weer de vraag, waar gaat het geld af? Want ik denk niet dat jullie voor belastingvolging zijn, dat weet ik zo niet. Nee. Waar haal je het vandaan? De zorg? Nou, in ieder geval vinden wij dat je voor de zorg uit moet komen met de budgetten die we van het Rijk krijgen. Als ons dat lukt, en dat is ook nu niet altijd gelukt als gemeente, als ons dat lukt, dan speel je een heleboel geld vrij om ook dit soort dingen te kunnen doen waar iedereen in Enschede wat aan heeft. Dat betekent wel dat je dus op de zorg, wat je nu dus uitgeeft, straks niet meer kunt uitgeven. Nee, maar volgens mij is iedereen het er ook wel over eens dat tekort ook wel wat minder lag. Want tot nu toe hebben we gewoon steeds een tekort op onder andere de jeugdzorg. Hoe ga je dat tekort dan aanpakken? Moet er efficiënter worden gewerkt?
Nou ja, in ieder geval mogen er minder organisaties komen die met jeugdzorg bezig zijn. Dat is ook altijd een ambitie geweest, alleen dat is nog niet echt gelukt in de afgelopen tijd. Ja, ja, voor dit jaar moeten volgens mij nog 9 miljoen vandaan worden gehaald. Ja. Tenminste, dit jaar wordt het ergens anders vandaag. Volgend jaar moet dat dus niet meer uit de algemene middelen komen, zoals dat heet. Efficiënter werken en dan die 9 miljoen vrijspelen, kun je andere leuke dingen mee doen. Nou ja, en wat ook is voorgesteld op het gebied van jeugdzorg, ga nou resultaatgericht werken. Hè, dus probeer het probleem aan te pakken en niet alleen de indicatie in het aantal uren zoals nu gebeurt. Goed, daar gaan we heel erg de techniek in. Waar het uiteindelijk om gaat is, wij vinden dat je moet uitkomen met het budget wat je ervoor krijgt. En dat kan ook prima. Ja, nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar, dat efficiënter werken. Is dat echt mogelijk? Anders was het toch al lang gedaan. Ja, maar goed, het is een heel ingewikkeld. Ik werk zelf naast mijn raadswerk, werk ik in de zorg. Mm. Niet in de jeugdzorg en ook niet hier in de buurt. Maar het is een heel ingewikkeld speelveld, want je hebt zoveel verschillende organisaties die zich bezighouden met zorg. Ja. De gemeente, huisartsen, er zijn verwijzers die kinderen naar de jeugdzorg doorverwijzen, waar de gemeente geen invloed op heeft. Dus het is gewoon een heel ingewikkeld speelveld. Maar wat me in ieder geval duidelijk is, ja, als je daar de samenwerking op zoekt en dat beter doet, dan kan dat echt wel. Dat doet mij denken aan de wijkteams, zoals we die in de wijken hebben, waar al samen gewerkt wordt om gezinnen met veel problemen aan te pakken, om ze te helpen. Dat model, dat moet geld opleveren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat bijvoorbeeld een huisarts of een andere externe verwijzer ook weet waar die terecht moet. En dat is nu ook niet altijd duidelijk. Hè? Dus soms kan wat meer afstemming en wat meer duidelijkheid ook ervoor zorgen dat de jongeren sneller op de goede plek terechtkomen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook, gaat, bijvoorbeeld. Maar is eigenlijk ook het idee van die stadsmanier. Iemand die een oogje in het zeil houdt en mensen op weg helpt naar de oplossing. Nou, zo is het. Ja. Ja. Nu is het, als je probeert uit te komen met de middelen die je hebt, is er natuurlijk wel het risico dat er straks wachtlijsten ontstaan. Is dat een optie voor VVD? Wachtlijsten in de zorg of in de jeugdzorg? Nee, dat zou niet moeten. Want uiteindelijk vinden ook wij, net als iedereen, dat als je zorg nodig hebt, en zeker als het om kwetsbare jongeren gaat, ja, dan moet die er gewoon zijn. Zijn er nou punten uit je verkiezingsprogramma waarvan jij zegt, Rachel, daar ga ik me voor inzetten, daar loop ik nou warm voor? Ja. Die wil ik graag van je horen. Misschien heb je vanochtend het filmpje op Facebook gezien. Maar ja, ik ga echt vol voor cultuur. En ik weet dat... kijk, Enschede zegt dat ze talent willen aantrekken, maar ook houden in de stad. Jullie zeiden dat net ook, hè, in jullie intro. Ik denk dat met alleen Kennispark en Novelty en wonen in het groen en wat is het hier mooi, kom je er niet. Je zult iets meer dan dat moeten doen om mensen te houden. Kijk, aantrekken doe je nog wel op basis van universiteit, Saxion. Maar om ze hier te houden na hun studie, denk ik dat cultuur van cruciaal belang is. Want het heeft alles te maken met hoe woon je in een stad en hoe leuk is het hier om te zijn. Ik zou zeggen een baan, maar voor jullie is ook... Nou ja, nee, ja, niet voor mij, maar ik denk ook in jouw leven dat je leven uit meer bestaat dan alleen je baan. En natuurlijk is het fijn om een baan te hebben. Dat zie je ook al ontstaan. Hè. Er zijn nu grote bedrijven in Twente bezig om jongeren of om de studenten te houden door middel van een baan en het betalen van hun studie. Dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling die je alweer bij ondernemers neerlegt. Maar het leven bestaat uit meer dan werken. Ja. En dan heb je ook wonen in het groen. Dat is ook fantastisch. Maar ik denk dat het ook fijn is om af en toe naar het theater te kunnen gaan, of naar een poppodium, of naar een Rijksmuseum. Daarvoor moeten we straks al naar Hengelo voor het poppodium, want dat trakt is inmiddels al. Nee, het gezamenlijke poppodium start 1 maart, dat is bijna. Dus jij kan gewoon in de Enschede, net als ik, gewoon in de Enschede naar poppodium. Voor dance en voor electropop. Ja, Dat je wel in cultuur sowieso naar veel meer regionale samenwerking moet kijken. Ja. Het is natuurlijk op zich het hele plan wat is gekomen voor het gezamenlijke poppodium. Is ontstaan omdat beide wethouders, maar ook bij de poppodia gelukkig, inzagen dat 2 poppodia 5 kilometer van elkaar vandaan best een beetje veel is. Dus als je dat samen afstemt en ja, dan heb je uiteindelijk meer afstemming, meer aanbod, meer plezier voor iedereen. Ja. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Vind je dan ook dat er niet meer mag bezuinigd worden op de cultuursector hier in Enschede? Of is dat een lastige... Nou, ik weet dat de afgelopen 4 jaar er is bezuinigd op cultuur en
dat moest ook, dat is prima. Maar ja, wat mij betreft zijn we wel een beetje aan die grens. Maar ja, weet je, ik kan dat niet. Dat is hetzelfde wat Jeroen natuurlijk heeft met zorg. Ja, waar haal je dat dan vandaan? Daar heb ik nu geen kant-en-klare oplossing voor. Maar als het aan mij ligt, zijn we wel uitbezuinigd op cultuur. Om studenten hier te houden is het wellicht ook handig als de kroegen wat langer open zouden zijn. Ook een van de punten uit jullie programma. De kroegen moeten in principe dag en nacht open kunnen. Ik kan me herinneren dat dat bij de vorige verkiezingen ook in het programma stond. Ik heb jou dat vaker horen zeggen, Jeroen. Ja, ik blijf het ook, net zolang het geregeld is, blijf ik dat roepen. Zolang jij kroegganger bent, ja, zeker. Blijf je dat roepen. Ja. Kijk, weet je wat uiteindelijk om gaat? Is, wij willen een paar dingen, we willen minder regels. Nu zijn er allerlei horecagelegenheden in het centrum die vragen iedere keer weer zo'n vergunning aan om open te zijn, terwijl die toch wel verleend wordt. Ja, stop daar dan gewoon mee. Dat scheelt een hele hoop papieren die eigenlijk feitelijk onnodig is. En daarnaast, ik heb zoiets van, er zijn heel veel studentensteden waar kroegen gewoon 24/7 open kunnen. Heeft ook wat voordelen, namelijk dat niet iedereen tegelijkertijd naar huis geveegd wordt. Dat mensen elkaar wat minder tegenkomen als ze naar huis gaan, dus dat er ook minder opstootjes ontstaan. Ja, en daarnaast past het ook wel bij een gezellige sfeer die er in een studentenstad moet zijn. Ja, en het is niet, als het aan jullie ligt kun je na de tijd, na het uitgaan, ook nog door naar de supermarkt. Want die mogen ook gewoon 24/7 oppassen. Ja, en het belangrijkste is wat mij betreft wel, laten ook vooral die horecaondernemers of die winkels zelf kiezen wanneer dat ze open willen zijn. Ja. Maar nu heb je die Dekselse ChristenUnie, die zit straks weer, die kan weer meedoen in het college en die hebben de beslissende rol eigenlijk, net als 4 jaar geleden. En die zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar zondag openstelling oké, maar alleen na de ochtend en niet 24/7. Wat doen jullie dan? Vraagt de ChristenUnie maar waar de ruimte ligt bij hun, want ik heb de indruk dat er wat meer ruimte ligt dan 4 jaar geleden. Nou, dat vind ik al een mooie ontwikkeling. Maar dat is niet 24/7, dan moeten we nog 4 jaar wachten. Je moet het vooral de ChristenUnie vragen, hè, wat zij vinden. Ja. Kijk, ik kan zeggen wat wij ervan vinden en Rachel kan het ook zeggen. Maar wat de ChristenUnie vindt, ja, dat laat ik bij hun. En of zij dan straks meedoen in de coalitie, ja, geen idee. Ja. Ik kreeg een seintje dat we even naar het publiek toe moeten. Dat we een aantal vragen uit het publiek kunnen laten horen. Is er iemand die iets wil vragen aan de twee gasten hier aan tafel? Ik had hem al verwacht. Meneer Lenting, een korte vraag graag. Ja, aan Rachel. De vrijheid van handelen is gewoon een prachtig ideaal van de VVD. Maar nu zijn er mensen die hebben last van houtrook. Dat is slecht voor hun gezondheid. En zij willen graag verhuizen, maar waar moeten ze naartoe? De volgende buurman die kan ook zorgen voor houtrook. Dus mijn vraag aan de VVD, wat gaan ze doen aan het probleem van houtrook en het bijzonder van luchtverontreiniging? Want 12.000 doden per jaar in Nederland ten gevolge van luchtverontreiniging. We gaan de vraag stellen aan de twee gasten aan tafel. Wat gaan jullie doen aan het blijkbare probleem van de houtrook? Ik vind het goed dat ik die kant op kijk, maar dat zit ik wel een beetje, of mag ik die kant op kijken? Want dan zit ik met mijn rug naar het toe. Ik ben zeker geen expert, dus ik heb daar geen oplossing voor. Ik heb wel een oplossing voor het eerste wat u zegt. Mijn buren stoken op hout en ik heb daar last van. Ik vind dat je dat als buren moet oplossen. Ik vind het raar dat ik dat de gemeente zeg maar zou moeten zeggen, jij mag niet hout stoken, want de buurman heeft er last van. Ik vind dat dat echt dingen zijn die je moet proberen samen op te lossen. Minder regeltjes. Maar dat is geen antwoord op uw vraag van hoe ga je dat dan oplossen met de luchtverontreiniging. Het zou, volgens mij zijn we daar met de hele wereld al jaren mee bezig. Dus het zou wel heel bijzonder zijn als ik dat nu... Minder regeltjes dus en meer elkaar daarop aanspreken. Iemand anders in het publiek die een vraag heeft aan de twee gasten aan tafel. Ik zie vooral ook een aantal andere mensen van de VVD-partij. Die kunnen ook goede vragen stellen. Die kunnen ook uitstekende vragen stellen, ga ik vanuit. Maar ze willen niet. Ze durven niet. Ik heb nog wel een suggestie voor deze meneer. Ik zou zeggen, de rijdende rechter. Marijn Kroes, Versak Theater. Niet bezuinigen op cultuur. Dat moet u goed doen. Ja, maar ik denk, net wat Rachel zei, van er is genoeg bezuinigd. En ik denk dat we nu even op een niveau blijven zitten. En daar, het heeft ook voordelen gehad. Mensen zijn efficiënter gaan werken, mensen zijn andere dingen gaan doen, op een andere manier gaan werken. Dus het is nog niet zo heel slecht.
Het is nu even vlak en nu moeten we gewoon verder op de inhoud. Ja, maar bij het Verszaktheater is de rek er wel uit, denk ik. Nou ja, wij zijn ook op een andere manier gaan kijken. We zijn een klein theatertje. Er zijn vrij veel speelplekken in Enschede. En we hebben gezegd van het is goed dat we samen gaan werken. Ja. Bij 1 januari 2019 is het Verszaktheater een onderdeel van Concordia. Dus dan haal je een heleboel overheidskosten eruit en je kunt de kwaliteit verbeteren. En dat zou wat wij in het klein doen, dat zou in de regio ook wel op grote schaal wat meer mogen. Nou, instemmend geknik hier aan tafel. Ja, daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Ja. En weet je, daar zit ook iets in van, uiteindelijk doen we het, dat besef moeten we ook altijd hebben, of het nou cultuur is of politiek in het algemeen, je doet dat allemaal met gemeenschapsgeld. En dan moet je een beetje zuinig mee omgaan. Dus als je die mooie dingen op een betere manier kan doen, ja, ik vind het top. Ja. Ik wil jou uitnodigen, Jeroen, want we zijn bijna aan het einde van deze uitzending gekomen om mee te lopen naar het grote bord hier. Ik hoop dat de camera's meedraaien. En dan nergens achter blijven haken. Hoop ik dat je een beetje kunt rekenen. Ja, ik heb al even nagedacht. Ik geef jou een stift. En dan mag je in de kolom van de VVD inderdaad jouw verwachte zetelverdeling opschrijven. En dan deze kolom neem ik aan. Die kolom graag, ja. Okay. Spannend. Ik moet even goed rekenen. Ik begin bij onszelf, als dat mag. Want wij hebben als ambitie 7 zetels. We hebben er nu 4. Nou, we willen groeien en we willen eigenlijk groter worden dan we ooit waren in de afgelopen 12 jaar. 7. Nou, dan zet ik bij D66. 5. D66 gaat naar 5, van 7 naar 5. Ja. Wordt kleiner. Partij van de Arbeid ook ietsje. Heeft er nu 5. Gaat 1 zakken nog. Ja. Burgerbelangen zet ik op 3. Van 5 naar 3. Allemaal partijen die iets inleveren. Ja, het moet ergens vandaan komen. Het moet ergens vandaan komen, ja. SP van 5 naar 4. Ja. CDA. CDA, die blijven op 5. Even goed tellen, hoor. 9, 12, 16... 21, 28. GroenLinks op 3. Zit ik op 31. GroenLinks houdt er 3 volgens de VVD. ChristenUnie. Je gaat eerst even naar de onderkant. Ja. Hoeveel zat ik nou op? 33? Even meetellen. 12, 16. Okay, Enschede anders doen we eentje. 31, 32. Opa zet ik op 0. Ik bedoel, in feite was hij er toch al nooit. Dus in de afgelopen 4 jaar. Waarvan akte, ja. ChristenUnie zetten we dan op 2. Ga ik even tellen. Ja. 9, 12, 16, 21, 28, 31, 33, 34. Nog 5 te verdelen. Nou, dan doen we tussen de nieuwkomers. DENK, PVV, Democratisch Platform en Liberaal 053. Nou, 5 zetels nog te verdelen. Dan doen we de DENK 1. De PVV zetten we op 3 en dan mis ik er nog 1. Hè? En dan nog eentje toekennen. Nou, dan zetten we die bij het Democratisch Platform. Ja, en sorry voor Peter van der Vloed, maar helaas. Hij komt er niet in. En dan zitten we op 39. Heeft iemand het gecheckt? Volgens mij moet het kloppen. Nou, dan is dat. Ja. Zo. Worden we de grootste? Dan zijn we er doorheen, dan ronden we het programma hier af. Dit was de eerste aflevering van Ik teken voor 80. Live op internet te zien en 5 maart op televisie. De volgende uitzending is om 4 uur via onze livestream, dan met de partij DENK. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.